Een nieuwe AVP-TV live vanuit Baarle-Hertog. En we gaan maar eens bij deze vuurwerkwinkel naar binnen, denk ik. Zena Tabakotiek. Volg me maar. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, jongens. Hey, we zijn maar even van AVP-TV langsgekomen. Kan je even voorstellen, wie ben je en wat doe je hier? Ja, ik ben Gijs van Zena Tabakotiek, Baarle-Hertog. Tweede winkel. Sorry. T3. Doe maar even opnieuw. Hey, kan je even vertellen wie je bent en wat je hier doet? Nou, ik ben Gijs en ik ben de baas zeg maar, hier aan Zena Tabakotiek. De tweede winkel van Zena en Baarle-Hertog hier. En de andere winkel die zit hier vlakbij, toch? Ja, de andere winkel zit hier om de hoek. Dat is Zena de Bunker, zo kent iedereen hem. En ik zag net iemand lopen met een steekwagentje. Hoe doen jullie dat? Als hier iets op is, dan kan je het gewoon bij de andere winkel halen. Is dat het idee een beetje? Ja, inderdaad. We hebben allebei een afzonderlijke bunker. Is de ene op. Brengen wij een beetje van hier naar daar en andersom. Nou, ideaal zo om meerdere winkels te hebben vlak bij elkaar eigenlijk. Ja, inderdaad. Nou, we gaan maar even de winkel bekijken zo dan. Oh, kijk uit, allemaal freaks. Hey Gijs, ja. Ik heb hier wat gevonden. Wat is dit eigenlijk? Een dummy. Professioneel vuurwerk en dat wordt hier al lang niet meer verkocht. Voor de sier dus eigenlijk? Ik herinner het aan oude tijden zeg maar het is puur voor de sier. Nou kijk, dit is een vitrine die vol staat met dummies eigenlijk. Dan kan je een beetje uitzoeken wat je wil. Hier sterretjes, dit zijn echt toppers, 70 centimeter, 5 stuks. Voor een euro of 3. Ik denk dat ik daar zo een doosje van meeneem. Oké, er is hier een actie in gang eigenlijk. Gijs, leg het even uit. Ja, je mag er 6 keer gooien met 6 dobbelstenen. Als je in 1 keer 6 dezelfde gooit, dan mag je voor 1000 euro gratis vuurwerk uitzoeken. Gooi je 5 dezelfde, mag je 500 euro gratis vuurwerk uitzoeken. Gooi je 4 dezelfde, krijg je 50% korting. Gooi je 2 keer 3 dezelfde, is al je aangekochte vuurwerk gratis. En gooi je 3 keer 2 dezelfde, krijg je een trui en een pet als cadeau van de zaak. Zo'n stukje extra service. Dus laat maar zien. We zullen kijken wat hij ervan bakt. Ik hoop voor hem dat het geld weer in zijn portemonnee kan. Nou. Drie zesde, dat is helaas te weinig. Oh. 4 zesde was prijs geweest of 2 keer 3 dezelfde. Dus hij heeft nou helaas niks, maar hij krijgt natuurlijk altijd een leuk cadeautje. Oké. Dus nu bouw je zeker als een stekker, of niet? Nou, dat valt wel mee. Nou ja. Nee. Oh, je had het gezien op AVP dat deze actie er was. Oh, dus eigenlijk ben je alleen daarvoor gekomen, of niet? Ja, daarom ben ik naar de tabakotiek geweest en niet naar de bunker. Ja, dat is wel een mooie actie van Gijs dan eigenlijk om een beetje klanten te trekken zo. Ja.
Oh ja, dan gaat nog iemand dobbelen. Voor de 1000 euro. Ja, op voor de grote prijzen. Nou, dit zijn dus 5 ene en een 5. En dat betekent dat je 500 euro gratis krijgt. Ja, 500 euro inladen, jongens. Allemaal uitzoeken voor 500 euro. Ik hoop dat de buschauffeur een beetje ruimte heeft eigenlijk. Ja, hier de politie Brabant, wat hebben jullie gekocht, jongens? 5 tassen vol. Alleen maar knal. Alleen maar knal. Oh, knalspul hoor ik hier. Nou, goede reis naar huis, gasten. En tot ziens misschien. Hey, is het nu heel het jaar zo druk? Want hoe druk het net was, het leek wel oud en nieuw eigenlijk. Ja, het is momenteel wel lekker druk omdat het natuurlijk herfstvakantie is. Maar je merkt wel heel goed dat de mensen steeds eerder komen. Dus september, in de zomermaanden, dan is het al flink druk. Ja, in december is het natuurlijk helemaal gek huis. Nou Gijs, bedankt dat we hier weer mochten zijn. Jullie bedankt, goede reis terug of ga je nog verder bellen? Ja, we gaan nu even, straks Olin waarschijnlijk. Dus, je gaat naar mijn collega's. Ja, naar je collega's. Dat is goed. Doe ze de groeten. En, ja, doen we. Okay. Tot ziens. En vuurwerk gekocht hier? Niet? Oh, dat doen jullie niet aan. Verstandig. Handig die doorzichtige tasjes. Oh. Ja, we gaan eens even bij de bunker naar binnen. Hier is de ingang om de hoek. Nou, kijk. Echte bunkerdeur hier. Gaan we naar binnen. Aanbeland bij Klokkenstraat 6A in Baarle-Hertog, bij de bunker. Wie ben je en loopt het een beetje hier? Ik ben Toon en het loopt hartstikke goed hier. Nou is het heel eventjes rustig, maar de mensen die komen straks wel vanzelf weer. Ze lopen heel de dag de bunker of het dorp rond. En dan komen ze hier natuurlijk ook wel eens, de bunker. Hartstikke leuk. Nou, mooi te horen. Ja, je vertelde net wat over een verbouwplan. Kan je misschien even vertellen wat het idee is? Want dit is al een tijd hetzelfde eigenlijk, toch? In principe wel. Ik ben begonnen met het plafond hier. Dat is één geheel geworden. Maar ja, het is eigenlijk een beetje een opfrissing dan, zeg maar, van de winkel. En de plannen die zijn eigenlijk om achter daar in dat hok volgend jaar waarschijnlijk grotere bunkers te bouwen. En dan gaat het logistiek ook een stuk beter. Want nu is de bunker boven. En dan wordt het begaande grond. Dus dat wordt een stuk makkelijker. Kan je misschien laten zien hoe het daar eruit ziet? Ja, of, is goed. Oh, kijk. Welkom to de teringzone. Hier hebben we de lontjes en eigenlijk het oude karton. Maar de plan is, zeg maar, om dan de bunker daar te maken, zeg maar. Dus we krijgen twee bunkers eigenlijk. Daar een doorgang om te lossen. Dat wordt dus de doorgeefluik, zeg maar. Tenminste, daar zijn we van plan om dat zo te gaan maken. Dat lijkt dus best handig. En dat we de winkel... de koop, zeg maar, scheiden van het afhalen. Van de brandweer mag je niet al te veel overdekt doen. Dus ja, wel proberen het toch wel een klein beetje overdekt te maken. Nou, het zijn in wezen de plannen en in hoeverre het uitgewerkt wordt, dat is hoop zo. Hè? Nou, we zullen gaan zien wat er gaat gebeuren hier. En volgend jaar komen we wel even een kijkje nemen als het zover is, hopelijk dan. Welkom. Ja. Nou, bedankt dat we hier even konden filmen en een praatje maken. We zien je wel weer, denk ik. Oké, tot ziens.